Lee Ingelrest, hier met de witte broek, is een van de opkomende namen in de Belgische bokswereld. De 23-jarige Gentenaar is bijzonder populair en na 4 profkampen nog steeds ongeslagen. Vanavond gaat de publiekslieveling op zoek naar zijn 5e profzege in de hoofdkamp van het Gent Boksgala. Hoofdkamp, dat is zeker door mijn supporters, door al mijn supporters. En Olrek dat bedanken dat ik de hoofddag ben vanavond. 4-4 worden 5-5? Dat is de bedoeling, hè. Verliezen is zeker geen optie. Maar we zullen wel zien, hè. De 28e editie van het Gents Boksgala begint vanavond in de Gentse topsporthal traditiegetrouw met enkele amateurkampen. Daar komen Gentse jongens zoals Mathieu Haak en Domien van Gansbeke in actie. Daarna is het aan de profboxers. Bij de profwedstrijden hebben we Christopher Torres, dat iedereen kent. Hij is jong, krachtvol, zeer explosief. Dan hebben we de grote namen, we hebben Oisin de Roux, Europees kampioen bij de vrouwen, IBO-kampioen ook. En Jack Mullewijn, de zwaargewicht. Ik denk dat hij nummer 66 staat op bokstrek. Ik denk dat dat een van de coming men is van de zwaargewichten, zeker in Baaien. Dan hebben we Geoffrey van Steenbergen, die tegen Junior Wabba gaat boksen. Zeer, zeer goede partij, zeer harde partij gaat dat zijn. En dan de publiekslieveling in Gent, dus Lee Ingelrest natuurlijk, voor af te sluiten. Lee Ingelrest, hier op training met vader en ex-profbokser Tony, neemt het vanavond op tegen Alexander Petrovic. Met 5 overwinningen en ruim 26 verloren kampen kan de 34-jarige Servier niet meteen sterke cijfers voorleggen. Voor eigen publiek is Ingelrest vanavond dus de topfavoriet. Zijn ongeslagen reeks voortzetten is het doel en de Gentse Chouchou droomt zelfs al van een titelkamp. Maar hij wil geen stappen overslaan. Een titel, we gaan eerst beginnen met het seizoen goed instarten, met hopelijk een win. Daarna gaan we een beetje geleidelijk opbouwen, stap voor stap. En dan gaan we kijken hoe ver we geraken voor een titel.